En toen heb je hem gevonden? Nee, helaas niet. Ik heb hem via een Belgisch lid. Die had hem gerestaureerd, gedeeltelijk gerestaureerd. En die is ermee opgehouden omdat je er niet meer verder kwam. En ik heb die auto toen de tijd overgenomen. En jij zegt de club, je bent lid van de club, hè? Ik ben lid van de club en we zijn een kleine vereniging van ongeveer 100 personen. En de club is ontzettend belangrijk in verband met de onderdelenvoorziening, de technische adviezen die je bij een vereniging krijgt. En die heb je ook gedegen nodig, betreft een auto als deze. Ja. Maar is het nou echt heel lastig om aan onderdelen te komen? Moet je veel maken of is er toch nog wel wat te koop? 50% is te koop en de andere 50% moet je gewoon maken. Gewoon het houtwerk, het plaatwerk, ben je gewoon aan toe om het zelf te maken en zelf te restaureren. Maar het motortechnische gedeelte is gewoon nog redelijk voorzien. Ja, even om nou over die motor terug te komen. Die motor, wat is dat voor motor? Het is een 1498 cc, een viercilinder motor met een lange slag. En wat wil dat nou zeggen, Arie, een lange slag? Een lange slag, je hebt een vrij lange drijfstang met een vrij lange slag naar beneden. Dus de krukas ligt helemaal onderin, dus hij heeft echt een hele lange slag naar beneden. Dat betreft zijn zuiger. De zuigerslag naar beneden is vrij groot. Maar hoe merk je dat nou als je een auto rijdt met een lange slag? Hoe merk je dat nou? Ik vind hem vrij rustig op zichzelf. Dus ja. Hij is laag in zijn toeren. Maar het is ook niet direct een sportwagen, dit, hè? Nee. Het is ook een auto waar je ongeveer maar 80, 90 mee kunt rijden. En dan is het ook op. Arie, deze auto is rijkelijk voorzien van chrome. En dat brengt natuurlijk wel zijn problemen mee. Zeker zo'n enorme radiateur, hè, die erop zit. Het chroomwerk brengt bij elke oldtimer eigenlijk een probleem mee. Waar breng je het chrome naartoe? Waar laat je het vergromen? 80% van de chromerijen in Nederland verliest een stukje chrome altijd van je. En dan is het probleem van wanneer krijg je dat terug? Krijg je het nog terug? Dus vandaar dat 80% ook van mijn chromewerk naar richting Engeland gaat om te laten vergromen. Dat ik gewoon zekerheid heb dat alles gewoon netjes terugkomt en goed vergroomd is. Je zegt nou het verlies, maar verlies van chroom, hoezo? Het slechte chroomwerk wat er gedaan wordt, het materiaal niet goed behandeld is. En dat na een half jaar het chroomlaag gewoon echt loslaat. En de mensen gaan er dikwijls onzorgvuldig mee om. En het gaat in een grote hoop en daar verdwijnt af en toe wel eens iets van. Eigenlijk toch wel een andere karakteristiek van deze auto is de split window, hè? Waarom heeft hij dat nou? Nou, deze auto heeft een split window om twee redenen. Ten eerste om de auto gewoon zo uit te laten zien. Maar ten tweede ook om het dakconstructie op te vangen. We hebben hier een houten carrosserie waar plaatwerk omheen gezet is. Dus de houten balk die hierop ligt en de staanders die hierin zitten, die vangen die split window weer op. Dus hier loopt ook weer een verstevigingsstukje door om de dakconstructie, het doorzaken van de dakconstructie tegen te gaan. Arie, we hebben de buitenkant van de auto bekeken. We zitten er inmiddels in. Ik voel me ineens een stuk rijker overigens. Dat heb je allemaal zelf gedaan? 80% van de auto hebben we zelf gedaan. Het interieur wat je nu ziet heb ik in een originele staat gelaten. Ik vind een auto moet ook nog iets van de originaliteit overzien te houden. Het voordeel is van een bepaalde originaliteit dat je toch een bepaalde smaak nog in je auto hebt van vroeger. Niet dat je het leren opnieuw gaat doen, de bekleding opnieuw gaat doen. Maar ik heb dat bewust origineel gelaten, ondanks de diverse plekken niet zo showroomconditie is. Maar gewoon dat je toch nog de sfeer van vroeger uitademt. Dit dashboard wijkt af van andere rallies, hè? Waar zitten de verschillen in? Het vroegere type, dus het type van 46 tot en met 48, had een vleugelhouten dashboard. Dus was het dashboard in een vleugeltje uitgevoerd en met oudere typere wijzers. Deze heeft gewoon qua overzichtelijkheid gewoon alles tot zijn beschikking. Alleen het nadeel is, omdat het namelijk een linksgestuurde auto is, hebben ze toch alles voor een rechtsgestuurde auto erin gemonteerd. En dat is ook niet alleen met de dashboard, maar dat is ook met de pedalen en dergelijke. De ruimte heb je gewoon veel minder dan met een rechtsgestuurde auto. Arie, we zitten nu in het leren. Ik ruik het. Dit heeft helemaal die sfeer. Dat is gewoon geweldig natuurlijk. Hè? Zelfs het dashboard, is dat nou dat echte notenhouten dashboard? Het is echt een notenhouten dashboard. Hij is met noten ingelegd. En de rest, de bovenzijde en de zijwanden, dat is gewoon een normaal standaardhout. Maar het echte dashboard is met notenhout ingelegd. En om even op het stuur terug te komen, wat toch wel heel geweldig is, het Brooklyn stuur. Dat is ook een prijzige aangelegenheid, geloof ik, zoiets, hè? Alle sturen zijn een prijzige aangelegenheid. Het nadeel was van deze auto dat ik een stuur had wat ze eigenlijk langzaam begon op te eten. Dus hij begon te verteren en alle spijlen begonnen los te raken. Dus er was eigenlijk niet meer mee te rijden. Het werd zo gevaarlijk dat je eigenlijk niet met de auto op de weg kon. We zijn 2 jaar aan het zoeken geweest naar een behoorlijk goed stuur. En ik kwam op een gegeven moment op een beurs dit Brooklyn stuur tegen.
En met kleine aanpassingen past het weer gewoon in de auto. En het is inderdaad een bijzonder stuur. Veel mensen zijn er naar op zoek. En vooral met een bepaalde genre auto wil je gewoon dit type stuur hebben. En dat zit nu in mijn rijden. Arie, het heeft er nog wat tijd gekost om deze auto netjes te krijgen. Hè? Er gaan aardig wat kratjes bier in zitten, denk ik, of niet? En niet alleen kratjes bier, maar ook volop kannen koffie. Maar we zijn er ongeveer een jaar bezig geweest met restauratie. En dat wil zeggen gewoon dag in, dag uit, elke avond, elke zaterdag, elke zondag. Maar ook de feestdagen zijn we mee bezig geweest. En gewilderd met twee mensen hebben we eraan gewerkt, maar dat heeft een jaar geduurd. Alleen, we waren zo stom geweest om in Engeland te beloven dat we op een bepaalde show aanwezig zouden zijn. En we hebben daar echt heel hard aan moeten trekken om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Maar je bent toch wel een volhouder, want je bent niet alleen bij deze auto gebleven, want er is nog meer werk hier, hè? We hebben nog wat meer werk staan. Ik heb ondertussen in 3 jaar geleden een Riley Adelphi bijgekocht. Die staat nu naast deze auto. Dat wordt een restauratieobject. Ik denk van gemiddeld 4,5-5 jaar dat we daarmee bezig zijn. Arie, dit is een Riley Adelphi. En deze heeft nog heel wat liefde nodig, begrijp ik. Ontzettend veel liefde. Het is eigenlijk, het werd al als wrak omstempeld. Je kunt het ook als een kippenhok omstempelen. Hier zit een restauratie in, denk ik, schat ik ongeveer van een 4,5 tot een 5 jaar durende restauratie. Met ontzettend veel liefde erin. Uit welke tijd stamt deze nou? Deze stamt uit 1936. Ze zijn in 1935 met dit model begonnen en in 1936 zijn ze mee opgehouden. En dit is een van de eerste modellen, zeg maar. Maar wat ik nou zo aardig vind, hoe kom je nou aan zo'n auto? Nou, dat is een hele geschiedenis. Ik heb u straks verteld, met mijn eerste auto ben ik naar een show in Engeland gegaan. Heb ik een jongen leren kennen en die had deze auto staan. En daar zijn we ongeveer 1,5 jaar mee bezig geweest om hem te mogen kopen. Dus niet te kunnen kopen, maar te mogen kopen. Dat is een voorrecht, begrijp ik? Dat was een voorrecht, want deze auto's worden voornamelijk in Engeland gebruikt om een spisseltje van te bouwen. En wat is een spisseltje? Het is een open tweezitter met een body erop van ongeveer 1933, 1934. En daar werd voornamelijk het chassis en het motortechnische gedeelte voor gebruikt. En de body werd weggegooid. Maar nu als ik even kijk naar deze auto, die heeft toch wel iets apart, een aparte uitstraling, spaakwielen en zo. Maar hij heeft nog meer eigenaardigheden, hè? Hij heeft diverse eigenaardigheden, deze auto. Hij is in ieder geval moderner uitgevoerd al voor zijn leeftijd. Het interieur heeft ook een heel belangrijk ding. De voorstoelen hebben opblaasbare kussentjes. Dus je kunt je eigen zitcomfort instellen naar gelang je eigen gewicht. Mevrouw Meer, je zal maar zo'n man hebben die met zijn auto thuis komt. Nou, ik vind het geen probleem hoor. Ik vind het erg leuk. En ik vind het ook leuk om te rijden met auto's. Ja. U bent zelfs met hem mee gaan verhuizen, hè, voor de auto's? Ja, wij zijn bewust hierheen verhuisd om meer ruimte te kunnen hebben. Zodat hij beter kan restaureren of makkelijker kan restaureren. Dan kan ik u zeggen dat u voor elke oldtimer bezitter een perfecte vrouw bent. Ik denk het wel. Ik hoor die verhalen wel meer. Zeker in de club. Kennelijk is een Riley niet per se een auto voor een heer van stand. Maar hoe een heer van stand zich dan wel moet verplaatsen, wat dacht u hiervan? Je praai mee het sekske bij het groen doen. Maagde? Nee, plastiek mag nooit bij het groen. En deze dan, Rietje? Deze zijn groen? Nee, Peer. Zelfs composteerbaar plastiek kan niet verwerkt worden. U spreekt met Telgeld, waar kan ik u mee van dienst zijn? Geld lenen, bijvoorbeeld 10, 20, 30, 40 of 50.000 gulden. Bel voor meer informatie. 013 464 7464. Telgeld, prettig geregeld. WM&M, het multimediabedrijf van Midden-Brabant. WM&M heeft televisie, kabelkrant, radio, internet, teletext en
en maak videoproducties. Met een spreiding in heel Midden-Brabant is VM&M uw multimedia partner op audiovisueel gebied. Bel 013 582 0093 voor een informatiepakket. U wilt gezelligheid, sfeer en warmte in uw huis? Kom dan eens langs bij Vestia, de Eurovlam dealer. Daar vindt u een ruim assortiment aan verschillende exclusieve kachels en haarden. De nieuwste techniek in onze kachels zorgt ervoor dat het hout optimaal verbrandt, zodat er een hoog rendement wordt behaald en de kachels schitterend branden. Vestia verzorgt het volledige traject tot en met de plaatsing van uw kachel of haard. U herkent een Eurovlam-kachel direct aan de heldere ruiten, de zuivere binnenkachel en vooral aan het rustige vlammenspel. Steek ook uw licht op bij Vestia aan de Kapitein Hatterasstraat 48 in Tilburg, een zijstraat van de Jules Verneweg.